Afgelopen week moesten de vrouwenduivels in het voetbal nemen tegen Portugal. Hun eerste wedstrijd in deze kwalificatiepoelen voor het wereldkampioenschap 2015 wonnen ze nog in het Koning Boudewijn Stadion. Hun tweede wedstrijd verloren ze kansloos in Noorwegen. En dus moest deze wedstrijd gewonnen worden op het Kiel. De Belgen nemen voor een aardig opgekomen publiek een slechte start en het loopt voor geen meter. Wanneer er dan ook nog een domme overtreding gemaakt wordt, krijgt Portugal een vrije trap. Het is Costa Carole die de Portugezen op schitterende wijze op een verdiende 0-1 voorsprong zet. Wat Portugal niet kreeg aan de overkant, krijgen de Belgen in de 38e minuut wel. Wanneer Jana Daniels het been uitstekend opzoekt en heel graag gaat liggen, kan Aline Zelaer het van op de stip afmaken. De rust scoren. België-Portugal 1-1. Bondscoach Cerneels heeft zijn speelsters de levieten gelezen en ze komen scherper en beter uit de kleedkamer. Met een eerste kans voor Willaert tot gevolg. Lien Mermans, die bij Lierse speelt en niet meteen haar beste wedstrijd speelde, jaagt een gemaakt doelpunt nog over het doel. De Belgen mogen dan gaan ingooien en wanneer Willaert de juiste positie kiest, is het de standaard aanvalster die het Kiel doet ontploffen. België 2-1 voor. De mooiste aanval komt onder leiding van diezelfde Willaert, die door haar inzet Lien Mermans kan aanspelen, die op haar beurt Aline Zelaer bedient. Ook van standaard en de 3-1 staat op het scorebord. We zitten ondertussen al in het slot van de wedstrijd wanneer Willaert weer een uitstekende positie kiest en zo via een afgeweken bal de 4-1 eindscore op het bord kan zetten. De Belgen doen een uitstekende zaak, maar ook bondscoach Yves Cerneels zag, ondanks de ruime overwinning, geen overtuigend België. Moeilijke eerste helft, mooie tweede helft, enkele knappe doelpunten gemaakt. Dus over de 90 minuten gezien, denk ik, verdiende overwinning. Maar zoals de eerste helft mag natuurlijk niet gebeuren, zo lang, zo moeilijk stroef voetbal brengen.